Ramadan, dag nummer 9 alweer. We zijn een week verder en het gaat echt ontzettend snel als ik er zo over nadenk. Al met al gaat het goed. We hebben het geluk dat het regenachtig weer is. Het is ontzettend benauwd, maar het wordt steeds koeler. Dus dat maakt het draagzamer. Ja, een beetje jammer natuurlijk voor de mensen die van de zomer willen genieten, maar het komt ons goed uit. Wat doe je dan tijdens zo'n hele dag, zeker in het weekend? Nou ja, in het weekend heb je gewoon iets meer tijd over. Je hebt je normale dagelijkse gang van zaken. Denk aan je inkopen doen, naar de markt gaan, whatever. Alleen tijdens die vaste dagen besteed je eigenlijk nog net iets meer tijd aan het uiten van je geloof. Dus wat ik in ieder geval probeer te doen is meer dan normaal nog iets meer de Koran lezen. Nog iets meer proberen op mijn gebed, op mijn gebeden te letten, op de gebedstijden te letten, om nog wat meer extra te bidden. Een daarvan is de Tarawih, die je bidt na het nachtgebed, wat 's nachts in dit geval is om 11:15. Dus op die manier vul je je eigen dag eigenlijk in. Het gaat vanzelf. Het is... Ik krijg heel vaak de vraag van, vind je het moeilijk zo tijdens de zomerdagen, et cetera. En om heel eerlijk te zijn, het is niet het eten en het drinken wat je dwars zit, want daar wen je gewoon aan. Waar ik echt heel veel moeite mee had, was het afkicken van koffie. Daar drink ik wel te veel van, ben ik in ieder geval achter. Het onderbreken van de slaap, dat voel je wel. Ja, want tegen 12:00 ga ik eigenlijk naar bed toe, wat op zich normaal is. Alleen dan rond 3:00 dan word ik weer wakker om heel even te gaan eten. En rond 4:30, 5:00 na het gebed, ja, dan ga ik weer naar bed toe. En dan op een doordeweekse dag moet je weer rond 7:00 opstaan om de kinderen naar school te brengen, zelf naar je werk te gaan, et cetera. Dus goed, we houden het vol. In ieder geval dag nummer 9. Het is 4:15 in de ochtend op dit moment. Dus ik heb nog 10 minuten om even wat water te drinken. Daarna het gebed. En vervolgens ga ik ook heel even mijn nachtrust te pakken. Mocht je nog wat meer willen weten, laat het me weten. En bedankt voor het kijken.